Welke categorie valt deze overwinning? Gelukkig, moeizaam. Hoe komt dat? Ja, vooral door de weersomstandigheden, denk ik. Het was, dat heb je ook gemerkt, niet normaal koud. Er stond een enorme wind over het veld heen. Dus dat had heel veel invloed op het spel. Dat kon je goed zien met de ballen die van achteruit naar voren werden gespeeld. Die waaiden alle kanten op. Ik denk dat wij gelukkig mochten zijn dat we de rust halen met 0-0. Omdat Maassluis een hele grote kans krijgt, volgens mij binnen 10 minuten, die op de paal gaat. Dan wordt het wel heel lastig hoor, met deze omstandigheden tegen zo'n ploeg. En nu waren wij de gelukkige, want wij kwamen net na rust op 1-0. En buiten een kopbal op de lat uit een corner, geloof ik, hebben wij geen kans meer weggegeven. Maar we zijn wel de gelukkige winnaar, denk ik. Jij zei vooraf, en jouw collega van Excelsior Maassluis, Jeroen Rijstijk, zei dat ook. De eerste goal wordt heel erg belangrijk in deze wedstrijd. Waarom was dat juist in deze omstandigheden tussen deze twee ploegen de sleutel? Nou, vooral voor ons. Want als je tegen zo'n ploeg achterkomt, dan gaan ze gewoon heel goed georganiseerd verdedigen. Dat kunnen ze goed. En ik denk dat je dat vandaag ook wel hebt gezien. Zij hebben ook niet echt de intentie om, dat bedoel ik niet verkeerd, maar het is gewoon zo, om te gaan voetballen. En daardoor misschien ook wat ruimtes weg te geven. Wij hebben wel geprobeerd om te voetballen, maar we hebben belangen na niet ons niveau gehaald vandaag wat we kunnen. Maar nogmaals, wij waren denk ik de gelukkige winnaar vandaag, omdat wij de ploeg waren die op 1-0 voorsprong kwamen. Hoe belangrijk is deze mentaal eigenlijk? Want je laat 2 punten liggen vorige week natuurlijk. Hè, toen je al dichterbij had kunnen komen. Nu lijkt het erop dat je tot op 1 punt, 1 verliespunt genaderd bent. Vertel het maar. Ja, wat ik al tegen jou zei. Ik ben echt niet met Katwijk bezig. Je moet gewoon zorgen dat je alle wedstrijden zelf blijft winnen. En dan heb je, als je dat doet, heb je het op de laatste dag hier in eigen hand. Maar voorlopig hebben we nog eerst voor die wedstrijd nog 9 te gaan. En je hebt vandaag kunnen zien, er zitten geen makkies bij. Dus wij gaan ons, we hebben nu vrij weekend en dan gaan we ons richten op paasweekend. Dan krijgen we 2 zware uitwedstrijden. En dan moeten we weer staan. Tijdens de wedstrijd wil ik het toch nog even over hebben. Er was wat onderlinge irritatie, hier en daar een flinke overtreding. Die kou, tuurlijk, je kunt je allemaal voorstellen dat speler niet altijd prettig is in het veld. Maar dan is het ook even belangrijk dat een paar mensen zo rustig blijven, dat er niet rode kaarten vallen en dat je op die manier de wedstrijd weggeeft. Wat zag jij? Ja, ik zag dat op een gegeven moment gaat iedereen gillen en tetteren. En dat een keer de hoofdtrainers dat van beide teams doen, dat is prima. Maar ja, al die andere mensen eromheen moeten dat niet doen. Dat zorgt vaak voor irritatie. En ik moet zeggen dat de scheidsrechter het ook uitstekend oppakte in die ene fase na rust. Het bleef heel rustig en maande iedereen ook tot rust. En dan zie je, dan wordt er na de wedstrijd gewoon prima uitgespeeld.